In ons midden zit ook iemand die nieuw in positie is, zou je kunnen zeggen. Ik wilde graag een paar minuten daarvoor gebruiken. En dan komen we vast nog met vragen bij jou terug, Inge. Dat gaat om Guy Henkens. Wij waren 21 september voor het laatst bij elkaar fysiek in Utrecht. Toen kondigden we al aan. We zijn aan het recruteren voor een regisseur voor het programma Afvalwaterprognoses. Een mooi programma voor de komende 2 jaar. En inmiddels is Guy Henkens daar een aantal dagen, weken, een paar maanden, of misschien 100 dagen. Is het zo, Guy? Zou jij jezelf kort kunnen introduceren en zeggen wat je hebt ervaren en waar je ingestapt bent? Ja, goedemorgen. Bedankt, Maarten. Allereerst super jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik zit nog in quarantaine na een coronabesmetting, dus anders had ik... Zeker in Amersfoort geweest. Ik wou als tweede nog even zeggen dat ik echt ontzettend genoten heb van de presentatie vanochtend. Dus ik ben erg blij dat ik bij het programma aan mag sluiten. Ik ben nu 2 maanden als regisseur ingehuurd. Kleine 2 maanden. 1 dag in de week ongeveer. En ja, ik heb... Maar voornamelijk bezighouden met praten met mensen op dit moment. En inderdaad kijken wat nou iedereen aan het doen is. En wat het programma werkelijk inhoudt. Ik ken het natuurlijk al het programma. Ik zit zelf ruim 20 jaar op dit moment in de afvalwaterketen. Dus het zou raar zijn als ik het programma niet had zien langskomen. Ook al een heleboel leuke tools uit het programma. Maar dit is eigenlijk het eerste symposium waar ik volledig bij ben. Ik ga het gewoon heel kort houden, denk ik, Maarten. Want het draait vandaag natuurlijk niet om mij. Maar ik vind het wel leuk om heel even kort te delen wat ik heb gezien deze 2 maanden. Want natuurlijk, het is een ontzettend enthousiaste groep. Er zit veel kennis, leuke projecten. Maar wat ik ook heb gezien, is dat we echt... flinke stappen aan het maken zijn richting het einddoel. En dat is om gezamenlijk 1 beeld te hebben over afvalwaterprognoses. En er werd toen net al gepraat over standaardisering. Zijn we nog niet natuurlijk om het allemaal hetzelfde te doen. Maar je ziet dat wel het beeld is dat we daar naartoe kunnen groeien. Ik heb zelf bij een waterschap gewerkt een tijd. En ik weet dat het best wel lastig is om... allemaal hetzelfde beeld te krijgen en naar 1 methodiek toe te groeien. Maar door al deze projecten en door deze COPs en het kennisdelen komen we denk ik echt richting die nieuwe praktijk waar we naartoe willen gaan groeien de komende 2 jaar. Dus dat vind ik superleuk om te zien. En ik ben erg benieuwd en ook wel een beetje, ik vind het ook wel best wel spannend hoe wij de komende 2 jaar met z'n allen gaan samenwerken. Nou, volgens mij zijn we allemaal blij met jouw komst om ons daarin gezamenlijk ook te versterken. We hebben een mooi programma. Hè? We hebben die plaat al een paar keer langs zien komen waar het eigenlijk visueel samengevat is. Naast de projecten hebben we een kerngroep met projectleiders en ambassadeurs eigenlijk van het programma en ook een stuurgroep. Na deze webinars vanmiddag komen die ook samen. Om met elkaar te verkennen, wat kunnen we met partners, wat is onze strategische agenda, hoe gaan we het komende jaar invulling geven. Daarnaast, naast die projecten en je zou kunnen zeggen het georganiseerd daarachter, wat ook nodig is om de resultaten te bereiken, is het ook een uitnodiging naar de prognoseprofessionals, maar die ik al eerder deed, is ook de verbreding te zoeken naar collega's die in het IT-domein of in de GIS, de datakant, bezig zijn. Omdat die elkaar enorm kunnen versterken. Dus het is ook een opgave om enerzijds binnen de waterschappen te verbreden, maar ook naar gemeenten en drinkwaterbedrijven en anderen. Dus dat is een ambitieuze agenda. Mooi dat jij ons daarin komt versterken, Guy. En als iemand ideeën heeft of wil deelnemen, bijdragen, u kunt me altijd een mailtje sturen of bellen. En dan help ik je verder. Helemaal goed.
de basisinformatie, hè? Nog even wat de promo, stoa.nl/afvalwaterprognoses, daar kun je het hele portfolio teruglezen. Dus dat is mooi. En van die gelegenheid maak ik dan ook even gebruik om te zeggen dat wij 25, ja, dit is voor sommige diehards is dat 25 januari de derde boodschap, maar met drie keer komt die ook misschien wel door. 25 januari 2023 hebben we het IT Symposium Community of Afvalwater of Practice Afvalwaterprognoses bij Waternet. We zijn te gast in Amsterdam. Een mooie line-up, maar vooral ook relevant om je collega's mee te nemen. Inschrijven kan via de STOA agenda. Daar weet je op de juiste datum, kun je daar zo met een paar klikken heen. Ben erbij. We hopen dat alle waterschappen met drie mensen meedoen. Dat we aan de knoppen gaan zitten en meters gaan maken op die mooie doelstelling. Nog even terug misschien naar Inge. Dit uitstapje naar Guy is denk ik ook een mooie aanvulling. Zijn er meer vragen, opmerkingen, suggesties over onzekerheid van prognoses en het verhaal wat Inge ons daar net over verteld heeft? Misschien online nog suggesties. Anders concludeer ik dat het luid en duidelijk is. En volgens mij een hele mooie opgave om dit onderwerp verder af te pellen en echt naar het fundamentele verschil te gaan en af te stappen van de expert judgment, zoals je dat zo mooi introduceerde. Voor jou ook een dikke bedankt. Dank je wel voor deze bijdrage. En dan sluiten we hierbij het webinar, de laatste van drie, op 7 december 2022 af. Dank voor jullie aanwezigheid en bijdrage.